Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij. Ik zit wat verder weg, omdat ik een kledinghaul ga doen. Deze kledinghaul is van deze gigantische doos. Helemaal vol met kleding van de website Fashion Nova. En dat is, ik ken het door Instagram, heel veel bekende mensen zoals Kylie Jenner, Cardi B, echt zoveel mensen promoten. Fashion Nova, Amber Rose, echt intens veel artiesten promoten. Ze hebben ook iets van 8, nog wat miljoen volgers op Instagram. En het is allemaal gewoon best wel fashion forward kleding voor een hele betaalbare prijs. Nou ja, sommige jurkjes zijn 50 euro. Dat is een, het is een beetje gelijk aan H&M prijs. En ik ga op vakantie, dus ik had heel veel zomerkleding nodig. En toen dacht ik, ze hebben een kortingscode op dit moment gaande waardoor je 500% korting kreeg. Ik heb hier een kortingscode voor 20% korting voor als jullie die willen gebruiken. Dit is de kortingscode WAVE. Daar krijg je 20% korting mee, dus die kun je gebruiken voor 20% korting. Het zit hier gewoon bovenop, dus wil je ook korting. There you go. Maar ik heb dus echt heel veel items. Het komt allemaal in plastic zakjes. Dus ik denk dat ik gewoon één voor één dingetjes ga passen. En gewoon gaan kijken van hoe ziet het eruit met de foto erbij. Want de foto ziet er altijd super fabulous uit. Die modellen op de site zijn zo bizar qua figuur. Het is gewoon letterlijk wie de fuck heet er zo'n figuur. Ik heb best wel brede schouders en ik heb niet extreme taille ofzo. Dus hoe gaat dit allemaal bij mij staan? Dus dat ga ik allemaal in deze video voor jullie uittesten. Dus ik ga denk ik gewoon item voor item kijken hoe en wat. Ik ga hier de stoel neerzetten. Met het item. Oh, ik kan me wel echt super niet zien. Dus ik ga het proberen zo goed mogelijk te doen. Als eerst hebben we dit item. De maten waren erg lastig. Want het is natuurlijk A-Amerikaans. Dus ik heb sommige dingen in S. Ik heb sommige dingen in M. Het is echt heel erg. Het is altijd best wel lastig. Dus ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat dit is. Oké, dit is een jurk. Dit is in maat S. Een jurk. Dus ik ga hem eventjes aantrekken. Nee? Het ziet er hier echt heel raar uit. Dit is de S, hè? Hoe groot die is. Oké, ik heb hem aan. Maar hij is echt super groot, hier vooral. En dit is S. Hè? Misschien moet hij hier meer naar beneden of zo. Dit hoort volgens mij gewoon hier met taille te zitten. Maar... ja, het hoort wel zo te zitten dat het zeg maar heel flowy is, alleen... ja, oké, volgens mij zit hij wel gewoon goed, alleen... ja, en dan zit hier zo'n split. Dus kan je zo sexy met je been. Ik vind hem wel leuk. Het is wel een heel fijn stofje. Het is een heel, zeg maar, prettig stofje. Alleen, de cut zeg maar hier naar beneden, je staat gewoon eigenlijk zo in je BH. Als je hem iets ver hier naar beneden trekt, sta je gewoon in je BH. Dus je moet hem wat aan de bovenkant wat flowy hier laten hangen. Maar kijk, dan doe ik één keer zo en dan... misschien moet je dan een beetje booby tape of zo op je BH plakken. Zodat hij niet los gaat. Zodat het niet zeg maar very exposed meteen is. Voor de rest vind ik hem wel leuk. Volgende heb ik een broek. En ik wist, dat is helemaal kut met broekmaten. Ik heb hem in maat 3. I don't know wat maat 3 is. Ik vond het wel een hele mooie broek. Maar als ik hem zo zie. Gaat hij denk ik wel de goede maat zijn. Dit is maat 3. Ik had hem zeker niet in een kleinere maat moeten kopen. Maar ik vind de kleur wel heel cool. Het is wel een hele kleur die zeg maar niet veel ziet. Ik vind het wel een leuk broek. Ik denk dat de gaten binnen no time zeg maar helemaal verder gescheurd zijn. Zodat het niet meer zo cute is dat het nu is. Leuke gaatjes. Ik denk dat ze binnen no time kapot zijn. Voor de rest vind ik de broek wel leuk. Dan heb ik een mosterdgeel shirtje. Ik vind mosterdgeel een hele leuke kleur. Qua kleding weet ik dat het niet bij mosterdgeel. Alleen ik zag dit shirt. Of is het een shirtje? Ja, volgens mij is het een shirtje. Oh, dit is echt letterlijk. Dit is gewoon letterlijk niks. Het is in maat M. Dat was $20 voor een shirtje. Ik ben heel erg benieuwd. Zulke dingen heb ik letterlijk nooit. Het zit dan met zo'n choke. Oké. Ik ga hem gewoon even aandoen. Dit is echt zo'n stofje. Alsof het letterlijk niks is. Dit is precies zo'n item waarbij ik zeg, bij het model stond het heel leuk. Maar bij jezelf lijkt je een beetje op een mosterdfles. Ik vind hem een beetje gekkig. Sowieso mijn BH komt er zwart doorheen, omdat het natuurlijk een zwarte BH is. Ik vind het gek. Ik vind het een beetje, ik vind het niet heel geweldig. Dit ook, het is
De kwaliteit is zeg maar niet... Het ziet er ook gewoon cheap ass uit. Vooral door dit, want dit zo lossig hangt. $20. Het ziet er echt uit alsof je het voor €2 ergens op een zwarte markt hebt gekocht. Als dit nou weg was, was hij nou een stuk leuker geweest. Nee, ook niet. Laat maar. Jawel, zonder dat hij hier een stuk leuker is. Zo zou hij een stuk leuker zijn? Oh. Ja, als je dan niet zorgt dat je BH er dan... Zo is hij wel leuk. Zo is hij een stuk leuker, ja. Dan misschien armen omhoog of zo. Dit dik ding in de nek maakt het gewoon een beetje gekkig of zo. Misschien is hij wat losser laat hangen. Oh ja! Over deze was ik heel erg excited. Ik zag deze, toen dacht ik echt. Oeh! Ja, maar nu, ik heb hem in de M. Nu maar hopen. Oh my god, dat de maat goed is. Oh ja! Het is, kijk, het zag op de foto's echt extreem leuk uit. Nu heb ik het hier. Ja, het moet hoog. Ja, tuurlijk, het moet hoog, maar... Oké, ik ga hem even aantrekken. En dan gaan we kijken hoe deze broek staat. Maar ik vind het idee van deze broek vind ik heel leuk. Nee, dit is best wel leuk. Als je hier haken bij doet. Kan het best leuk zijn hier. Deze broek vind ik wel heel leuk. Vooral voor gewoon een net... Iets of zo, voor als je gewoon een soort van event hebt of zo en je wil niet een jurk meteen aan, is dit een hele leuke optie als broek. En dan kan je er bijvoorbeeld hakken bij aandoen of... Ik vind het wel leuk, het is wel heel anders, omdat ik zelf nooit bij de pijpbrink aan zou doen. Mijn lichaam vind ik ook niet geweldig in, maar dat is iets waar ik gewoon zelf heel onzeker over ben. Maar voor de rest vind ik hem wel leuk. Weet je, kijk, je moet er gewoon heel erg aan denken dat... Bij het model ziet het er op een bepaalde manier uit. En dan denk je bij jezelf, ah, maar ik wil het ook dat het er zo op mij uitziet. En dat gaat gewoon echt natuurlijk niet lukken. Dus je moet gewoon kijken, hoe ziet het er bij jou uit? Ziet het er voor jou gaanbaar uit? En ik vind het er wel voor mezelf leuk uitzien. Heel, ja, ik vind het toch wel netjes. Ja, ik ben net door die doos aan het gaan van, wat heb ik allemaal alweer besteld? Want het duurde best wel lang voordat zeg maar alles er was. Oeh. Het stofje is... heel erg cheap. Het is echt een heel goedkoop stofje. Dus dat is minder. Dat het zo goedkoop is. Hij was M en hij was $38. Oké, met deze broek moet het sowieso niet. Met deze broek gaat het sowieso niet staan. En hij extreem in de kreukels nu nog zit. Voor de rest vind ik hem wel leuk. Ik ga hem even goed aandoen. Bij deze jas moet je denken een beetje door de kreukels en alles heen kijken. Daarnaast vind ik hem heel erg leuk. Denk als je deze met een skinny jeans aandoet. Met een topje wat ook wel strak zit. Dit zou in principe gewoon prima kunnen. Vind ik hem heel leuk. En dan moet je de kreukels en alles wegdenken. Want hij is extreem gekreukeld nu. Wat vind jij ervan, schat? Ik vind het heel grappig. Er zitten alleen zoveel frutseltjes aan draadjes. Nee, dit is van de broek. Dit maar is de rand ook, kijk maar. Dit. Er zitten inderdaad best wel veel losse draadjes hier. Ik weet niet of dat... Ja, je trekt ze er gewoon in principe gewoon uit zo. Ik weet niet of dat heel veel invloed heeft op het aan elkaar blijven zitten van het jasje. Sommige items hebben super goede kwaliteit en sommige items zijn een beetje Maar ik vind het jasje heel erg leuk. Dan heb ik een setje. En het setje stond bij het model vooral extreem leuk. Ik heb ze allebei in de maat M. Het broekje was 20 en het shirtje was 23. Dus dat is voor een setje best wel prijzig. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Het stofje van het broekje is heerlijk. Het is echt een soort van pyjama broek stofje of zo is het. Echt heel fijn. Oké, nu gaat het shirtje erbij. Oh, het heeft een capuchon. En het is een crop top. Oh, oké. God, jongens. What the hell? Kijk, ik weet dat dit hoort, dat die dingen los horen te hangen. Ik wist niet dat hij een capuchon had. Kijk, weet je wat het is? Het voelt extreem lekker. Deze stof is echt extreem lekker. Nee, het ziet er zo gek uit. Het ziet er echt... Als ik hiermee in Spanje zou lopen, hoe zou je dan, wat zou je dan denken? Ze heeft geen geld om thuis te komen. Ze heeft geen geld om thuis te komen. En het was nog duur ook. Dit shirtje was 23. En het kijk, het broekje vind ik wel leuk. Ik was helemaal vergeten dat het shirtje krop was en
Zo. Laat sowieso even beneden weten, wat vind jij hiervan? Zou jij hier maar lopen of zou je echt iets hebben als iemand dit aanneemt van... Girl, fix yourself. Stel ik knip dit eraf, is het dan wel leuk? Zo ik knip die langer eraf, zou het dan wel leuk zijn? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Het is zo gekkig. En wil ik uberzwerver doen, doe ik gewoon dit. Ben ik Smeagol. Dan heb ik een body. Ik wist niet dat het een body was. Maar dan heb ik een body. En die was van Fashion Nova, uiteraard. Deze was 1999. En ik heb hem in de maat M. En dan gaan we iets voor jullie aandoen. Het is een heel hoog uitgesneden body. Met er gewoon een broekje aan. Ik vind de kleuren toch een beetje gekkig of zo. En hij is heel erg laag. Het is zeg maar omdat mijn BH continu zichtbaar is. Op zich kan het wel, maar ik vind toch een beetje de kleurtjes gek. Ik ben niet zo van dit soort kleurtjes. Paars en zo. We weten allemaal dat het paars. Kijk nou, ik doe eigenlijk niks. En je ziet meteen mijn BH alweer. Leuk. Ik heb nog nooit. Dit is mijn allereerste body die ik ever heb. En ik vind hem eigenlijk wel leuk, maar ik weet het nog niet. Wat jij, schat? Ik vind het wel grappig. Wel grappig. Ja. Ik weet het niet. Kijk, ik doe in principe... Ik beweeg een beetje en je ziet mijn BH al. Voor $20 vind ik dit veel te duur. Dit is meer iets wat je zeg maar voor 5, 6, 7 euro koopt bij de H&M. Niet voor $20. Dus voor de prijs nee, maar in principe voor de rest is het wel cute. Ik heb ook geen idee wat dit is. Oh, het is een broekje. Heb ik een broekje besteld. Oké, ik heb een broekje. Een rode, met streepjes aan de zijkant. Ik ga hem even passen. Volgens mij is die heel extreem hoog uitgesneden. Dit was in de maat M. Oh, dit is het broekje. Het was in de maat M. En kijk, dit is dus wat ik met mijn figuur dus lelijk vind. Deze zou heel leuk zijn, maar ik heb hier heel erg dat vetje, waardoor die bobbel en dan recht naar beneden gaat. Dat vind ik dus niet mooi. Wat vind jij ervan, schat? Ik vind het leuk. Jij vindt het leuk? Ja. Dat is een ritsje aan de achterkant. Je reet valt er wel bijna uit. Mijn reet valt er helemaal niet bijna uit. Ja, oké. Ja, maar ik denk dat dit is ook gewoon heel anders voor mij. Zeg maar, het is heel nieuw voor mij. Ik heb dit soort dingen draag ik zeg maar nooit. Heb ik nooit echt gedragen of zo. Alleen dan ben ik en nog onzeker over mijn lichaam. Waardoor het ook nog iets extra wordt. Maar op zich is die wel cute. Ik heb alleen geen kont. Mijn rug loopt echt door in mijn kont. Don't look at my ass. Want kijk, dit hoort volgens mij heel mooi aan je buttcheek zo te zitten. Maar dat heb ik helemaal niet. Want ik heb niet een anus. Ik heb niet een groot kont, zeg maar. De maten zijn tot nu toe behalve het eerste item wel allemaal goed geweest. Dus het is wel heel erg die stijl, zeg maar, die nu heel erg is met die langere joggingbroeken. Dat je zo'n streep en zo hebt. Het lijkt wel een beetje op een Tommy Hilfiger broekje. Vind je niet? Ik vind het wel een beetje op zo'n Tommy Hilfiger broekje lijken. Ja, ik vind hem toch wel leuk. Ja. Nu komen we bij de enge items. De jurkjes. Kijk, die modellen hebben zo'n geweldig lichaam op die foto. Dat je denkt van... Oh, dit ziet super mooi uit. Maar dan heb je het zelf aan. Dan denk je echt zo van... Het jurkje was $40. Ik heb hem in de maat M. En zo ziet het jurkje eruit. We gaan hem passen. Dit is echt maar, dit zijn meestal van die dingen die ik dan in een pashokje aandoen. Dat ik dan denk, oh leuk. En dan denk ik echt van, oh, maar dan kan het zo snel mogelijk uit. Oh, dit is strak. Oef. Dit is M, hallo. Misschien hoort het zo strak te zitten, dat weet ik natuurlijk niet. Maar, oh, ik voel me echt een rollade hierin. Bas heeft me geholpen met dit aandoen. Dit is zo strak. Kijk, het kan op zich wel. Mijn tieten! Where are they? Dit is zo strak dat ze zo naar plat gedrukt. Dit is met mijn Maximizer BH. Zijn... Oh. Wat nou als je echt gigantische tieten hebt? Dat past niet. Ze zijn zo erg plat gedrukt. Leuk idee. Minder leuk in de uitvoering. Dit ook één keer... Als ik denk, hey, ik gooi mijn benen in de lucht, dan kan je zeg maar alles zien. Oh nee, oké. Ik heb het intens warm, want het is volgens mij echt een stuk of 32 graden buiten. Kijk, aan de ene kant superleuk. Waarschijnlijk is mijn haar mooi gekruld, dus niet zo zwerver zit als nu.
kan het leuk zijn, maar ik vind dit vind ik niet mooi. Ik vind mijn buik oké, prima, want die zuigt die gewoon in. Waar zijn ze? Ze zijn er gewoon niet meer. Het is echt gewoon platgedrukt. Het doet ook gewoon pijn bijna. Ze zijn een item vergeten. Wat dan? Mijn broek. Ik kom erachter dat ze dingen zijn vergeten. Wat erg. Ze zijn echt een Kylie Jenner setje vergeten die ik had besteld. Ik mag eindelijk uit deze verschrikkelijke jurk. Want ik heb nog een broek. En dit is een high-waist broek. Hij is gewoon zwart. Deze heb ik ook. Nee, deze is in de maat 5. Deze heb ik in de maat 5 en die andere heb ik in de maat 3. Maar deze ziet er nog kleiner uit. Oké. Okay. Nog strakker. Het is in principe een prima broek. Hij is intens strak. Kijk, hij zit prima. Maar hij is echt... Oh, ik vind het wel fijn als broeken strak zitten. Maar zodra ze hier strak zitten, is het soort van als je nou gaat zitten en alles, dan... Nee, dit is echt... Oh, dit is echt te strak. Ja, die buik. Het belt gewoon erbovenuit. Het is gewoon niet mooi, zeg maar. Oef. Deze broek is een no-go. Deze is echt... Oh. Oef. Dan heb ik nog een soort van tie-dye iets. Ik weet niet of het een jurkje is of een shirtje. Oh, het is volgens mij is het een jurkje. Ja, een dress. En deze was, was 33 euro. En ik heb hem in de maat M. Oh my god. Dit stofje is wel heel lekker. Het is een heel lekker stofje. De kleur is echt afgrijzelijk. Dit zou mijn oma, zeg maar, dragen. Beetje gekkig. Ergens heel erg leuk. Ergens heel erg gek. De kleur vind ik sowieso niet mooi. De vetjes vind ik ook niet heel erg mooi. En dit is een beetje gek. Kijk, dit is ook echt precies zo'n ding dat je denkt... Bij het model ziet het er zo leuk uit. En dan denk je bij het model echt van... Oh, ja. En dan heb je het zelf aan. En dan denk je echt... Waar ging het mis? En dan als allerlaatste item heb ik een bomber. En ik denk niet dat dit het laatste item is. Ik denk dat ze dingen zijn vergeten te sturen. Want ik heb volgens mij 100.000% zeker... een Kylie Jenner setje besteld. En die heb ik niet. Dus ik ga straks op internet mijn bestelling even controleren. En kijken of ik het wel heb besteld. Want volgens mij 1000% zeker heb ik dat setje gewoon besteld. Maar heb ik het niet gekregen. En het is een soort van bomberjasje. Van een heel viezig stofje. En het is niet een bomber, want het heeft letterlijk 0,0 body. Hey! De reden dat ik deze heb besteld is dacht... Dan ben ik matchy matchy. Maar nu zie ik het. En dan denk ik... Dit ziet er niet uit als het matchy matchy is. Dus zo leuk is het niet. En dit. Nou, ten eerste kan op zich wel, maar dan doe ik ze vooruit. En dan zijn mijn mouwen letterlijk veel te kort. Dus dan zou je ze gewoon zo kunnen doen. Dat is natuurlijk prima. Het geluid dat het maakt is echt zo vies, pauper, goedkoop stofje. Dan heb je wel zakjes. Nee, dit is gewoon. Het ziet er gewoon. Het ziet er goedkoop uit, het voelt goedkoop. Ja, ik weet het nog niet. Kijk, aan de ene kant is het wel leuk, aan de andere kant is het een extreem zweetstofje. Dus dan kan ik niet zeg maar s'avonds lekker, als het nog een beetje warm is, buiten aandoen als jasje. Ja, nee. Dit is gewoon niks voor mij. Als ik bombers heb, dan hou ik echt van bombers met extreem veel volume, dat je echt gewoon een 10 tonner lijkt. Dat vind ik leuk, dat vind ik mooi als ik bombers heb. Niet wat letterlijk gewoon... niks is. Dus dat waren alle items die ik heb besteld van Fashion Nova. Ik had er veel en veel meer van verwacht dan dat ik heb gekregen. Er zijn echt het stapeltje met items wat zeg maar leuk is minder dan de helft. En de rest is allemaal nee of weet ik nog niet. Op de site staat het allemaal zo leuk aangegeven en ziet het altijd zo leuk. En ik denk, ik heb letterlijk al meerdere keren, ik denk al wel 30 of 20 keer gedacht, zal ik het bestellen en dan posten we iets en dan denk ik, oh het is zo leuk en dan zal ik het bestellen en dan krijg je het gewoon hier thuis. En dan heb je er best wel veel geld aan uitgegeven. Er zitten een aantal catches tussen dat je denkt, oh dit is echt leuk. Zoals die grote beige broek, die met die wijde pijpen. Dat is echt geweldig. Het is echt super leuk en die wil ik dan weer meer kleuren. De bordeaux rode broek vind ik heel mooi. Zit ook mooi. En het rode broekje van Bas is heel erg leuk. En daar heb ik zelf dan ook zoiets van, ik weet het niet, weet je wel. De items die niet leuk zijn, zijn veel meer dan de items die wel leuk zijn. 3 items gewoon niet gekregen. 3 items heb ik niet gekregen.
Ik mis gewoon een taupe, gewoon heel basic, straight on jurkje. Ik mis dan die grijze Kylie Jenner broek, legging broek is het. En ik mis nog een nude roze jurkje. Dat kan echt niet. Ik mis gewoon 3 items van de dingen die ik heb besteld. Oké. Mijn mening over Fashion Nova is op dit moment fucked up. Want de helft van de kleding is gewoon ruk. En ik ontvang gewoon 3 items niet. En uiteindelijk wel met een $88 korting heb ik er wel $256 aan uitgegeven. Dat is echt heel erg veel. En dan vervolgens krijg je 3 items niet. Dat kan echt niet. Dus dat was mijn video. Ik ben niet heel tevreden. Zoals jullie hebben gemerkt. En vooral dat ik 3 items gewoon niet ontvang. Dat is gewoon echt heel slecht. Dus laat in ieder geval jouw mening over Fashion Nova hier beneden weten. Vond je de video toch leuk? Geef me even duimpje omhoog naar beneden. Dus in de comments weten wat jij van Fashion Nova vindt. Heb jij dingen besteld? Wat zijn jouw ervaringen met Fashion Nova? Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Ook al zijn ze negatief over Fashion Nova. Ik ben in ieder geval echt een beetje flabbergasted. Omdat ik denk van, dit kan niet. Dit kan echt gewoon niet. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doeg!